Wanneer is een politicus een populist? Populisme is volgens wetenschappers een, uh, uh, is te herkennen aan een, ja, een, een soort discours, een manier van uh, praten over de politiek, waarin er eigenlijk een tegenstelling steeds wordt gemaakt tussen twee groepen. Twee groepen die als eenheden worden gezien. En die groepen zijn de elite aan de ene kant en het volk aan de andere kant. En beide worden dus, ik zei het al, als een eenheid gezien. Het volk, de elite. Zonder dat men eigenlijk erkent dat er binnen het volk en de elite best wel tegenstellingen zijn. De populist zegt daarnaast ook wij willen de democratie weer in handen van het volk geven. Wij willen die elite wegjagen en het volk weer de macht in handen geven. En daarmee de democratie feitelijk herstellen. Wat is er nou mis met de elite eigenlijk volgens de populisten? Het gaat erom dat het slechte mensen zijn. Denk aan, Hillary Clinton, aan Donald Trump die over Hillary Clinton altijd sprak als crooked Hillary. Crooked Hillary. Niet alleen haar plannen waren verkeerd, zij was verkeerd. Een fout mens. En dit is een typische populistische benadering van de politiek. Heel moreel, heel erg good guys tegen bad guys. Elite uh, uh, die. Door en door slecht is. Het volk daarentegen, ja, dat is natuurlijk het, het, de bron van alle wijsheid, volgens de populisten. Daar kun je de echte eerlijkheid vinden, daar kun je authenticiteit, echt populistisch woord, authentieke volkse wijsheid vinden. Daar vind je mensen die misschien niet gestudeerd hebben, maar die uit ervaring weten hoe ze praktisch dingen kunnen oplossen. Concreet en praktisch. En zeggen die populisten, als je die wijsheid van het volk nou gewoon gebruikt, dan kunnen heel veel problemen worden opgelost. Je zou kunnen zeggen met een culinaire metafoor, de basisingrediënten van het populisme zijn enerzijds dat volk en anderzijds uh, de volksverheerlijking en anderzijds die anti-elite uh, retoriek. Daar horen nog een paar dingen bij die vaak. Uh, die, die niet specifiek populistisch zijn, maar je zou kunnen zeggen dat zijn de smaakversterkers. Om die culinaire metafoor weer te gebruiken. Dat zijn de manieren waarop je die basisingrediënten kunt versterken. Een daarvan is bijvoorbeeld het gebruik van een hele volkse stijl. Populaire stijl. Uh, je zegt bijvoorbeeld in geouwe hoer kun je niet wonen. Dat zei de Amsterdamse wethouder Jan Schaefer ooit. Die altijd een spijkerjasje aan had. Dus het gebruik van dat soort beetje populaire taal. Dat past heel goed bij populisme. Daarnaast ook... Uh, het uh, 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 charismatische leider zie je ook vaak in populistische bewegingen, waarbij de charismatische leider in de populistische beweging zich graag voordoet als een onbesmette buitenstaander. Iemand die eigenlijk niet van politiek houdt, maar uh, die desondanks bereid is om voor het volk in, uh, het, uh, uh, in de ring te gaan. Samenzweringstheorieën, een gekke neiging tot samenzweringstheorieën zie je ook ontzettend veel bij uh, uh, populistische politici. Uh, Eigenlijk het idee dat die elite onder een hoedje speelt... is al iets van een samenzweringstheorie. Maar ze versterken het vaak door te zeggen... ja, er is ook nog een groep in de samenleving... Die, wij, die steeds bevoordeeld wordt door die elite. Bijvoorbeeld allochtonen, moslims, katholieken, joden. Maar aan de andere kant misschien ook bankiers. Steeds zo'n groep die door de elite gepamperd wordt. Nou, op die manier kun je als het ware een soort meetlat maken... Waarop je uh, politici, het populistisch gehalte van politici kunt meten. Ja. Aan de hand van die basisingrediënten: uh, anti-elite, uh, uh, volksverheerlijking, voor democratie. Uh, aan de andere kant, dus die smaakversterkers. Ik heb dat een keer gedaan met een aantal politici, zowel links als rechts. Jan Morijn is van de SP, maar ook Pim Fortuyn, Geert Wilders. Nou, bijvoorbeeld bij Geert Wilders zie je dan heel interessant dat hij door de tijd heen steeds populistischer is geworden. In het begin was hij wel heel erg anti-elite, dat was er altijd al wel. Maar volksverheerlijking, ja, dat kwam eigenlijk pas toen hij Henk en Ingrid introduceerde. Dat was het moment dat het volk als, ja, als, als, als positief element in de retoriek van Geert Wilders kwam, ook directe de democratie. Vond hij eerst helemaal niks, maar tegenwoordig is hij ontzettend voor referenda en verkiezing van burgemeester en al dat soort dingen. En zo zie je dat Geert Wilders door de tijd heen steeds populistischer is geworden.